Hoi, we zijn bij Surf Center en we gaan het vandaag hebben over de lengte van trapezelijnen. Ik zou altijd lange trapezelijnen gebruiken zodra het choppy of golven staan of harde wind. Waarom? In die omstandigheden heb je meer controle nodig. Dus voor controle zou ik langere trapezelijnen gebruiken. Korte trapezelijnen, die gebruiken we als het water vlakker is of als er minder wind is, omdat je dan rechterop gaat staan. Persoonlijk gebruik ik altijd tussen de 28 en 34 inch variabele lijnen. En dan kan je je voorstellen dat met een 9 meter zeil dat ik wat meer richting de 28 ga en met een 5,5 dat ik meer richting de 34 ga. Ben jij benieuwd of je wel met de juiste lengte vaart? Er zijn een paar tekenen waar je aan kan zien dat je dus niet de juiste lengte hebt. Bijvoorbeeld als je rechtdoor aan het varen bent en je haakt best wel vaak uit. Dit is een teken dat je lijnen eigenlijk wat te lang zijn. Zijn je lijntjes te kort, dan heb je vaak wat meer controleproblemen. Dus als je aan het varen bent, je staat vrij rechtop, er komt een windvlaag. Je kan een katapult hebben of je staat simpelweg niet comfortabel. Heb je toch nog vragen? Laat het weten in de comments hieronder aan in de video. Wil je meer weten over het afstellen van je set? Abonneer je dan op ons kanaal.